Deze beschouwing wordt een echte beschouwing in die zin dat ik niet ga vertellen uh, hoe het zit of zo. Ik heb ook geen nieuws of whatever. Ah, ik heb een paar nieuwtjes, maar het gaat er vooral om dat ik nagedacht heb over de toekomst van Nederland. En dat het samen en dan in samenhang met het vertrek... Nee, maar dat, het vertrek uit de, het overlegorgaan uh, van de Europese Unie. We gaan niet uit Europa weg. Nederland kan ook helemaal niet. Hè. Wij blijven in Europa. En iedereen die onze producten wil kopen. en dat zijn er nogal wat hoor. Want wij zijn uh, netto exporteur van. Uh, voedingswaren, eieren en dat soort dingen. Het zijn een heel productief landje. Nou, we hebben een geweldige haven... ...waar mensen terecht gebruik van willen maken. En we hebben die Betuwe lijn, daar wil niemand gebruik van maken, maar die hebben we wel. We hebben Schiphol... Ja, kortom, ja, we hebben toeristische centra, met name Amsterdam. Nou, daar komen mensen graag. Dus Nederland is een heel aantrekkelijk land om te wonen en ook om een business te draaien. En als wij geen lid zijn van de EU, meer zijn hè, dan. Ja, nou goed. Maar daar ga ik ze even over filosoferen, daar even beschouwend naar kijken. Hè? En ik wil vooropstellen dat als wij niet uit de EU gaan, dan worden, wij lang, dan, dan, dan worden wij uiteindelijk niets meer dan een provincie van Europa. En raken wij helemaal de controle kwijt op wat er in Nederland gebeurt. Ik laat even een pauze vallen. Dus Europa heeft voor Nederland. Tot nu toe, het is nu 2019. Het heeft niets positiefs opgeleverd. En een hele lange lijst met vervelende dingen. Dat is Europa. Als je het hebt over Nederland. En ik neem aan dat ze in België, als ze eerlijk zouden zijn, er precies zo over nadenken. Want op die website van de overheid, van de Europese toestand, waar je dan kan zien wat de netto inkomsten en uh, betalingen zijn per land aan de EU, dan lijkt België een soort van uh, Europa-paradijs voor de Belgen. Ja, totdat je even goed gaat kijken. En wat blijkt nou? Ik heb het uitgerekend. In België betaalt men per arbeider. Dat vind ik dat je moet doen. Hè? De ambtenaren die, die, die betalen wij. Dus als, als wij een ambtenaar betalen en die ambtenaar die gaat de EU betalen. Ja, wie betaalt het? Ja, wij. Dus je moet kijken naar wat de, de arbeider, per arbeider, wat hij betaalt. En bekijk je dat in België, dan is. Nou, bekijk je dat door heel Europa heen, dan is België per arbeider de grootste netto betaler. Ik zal even de cijfers erbij pakken. Ik heb er een hele tijd aan lopen rekenen. Nou, nog rekenen. De hele tijd geduurd voordat ik al die getallen verzameld had. Want de EU heeft weliswaar een website waar het allemaal op staat. Die. Uh, Die website geeft niet een, uh, een totaalplaatje. Dus ik heb het totaalplaatje van die website ingetypt. Dat zijn bakgetallen, man. We zijn uh, even kijken. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ongeveer 10 kolommen. En dan 19. Uh, nee. 10 kolommen en 28 landen. 280 cijfers. 280 bedragen, moet ik zeggen. Nou, België staat bovenaan qua betalen. Die betalen, bel, de, de Belgische arbeider, die staat jaarlijks bijna 500 euro af aan de EU. En dat was in 2000. Kijk, wanneer... deze gegevens die zijn gepubliceerd in 2018 of zo. Inmiddels zitten we alweer wat verder. Dat zijn de gegevens van 2017 neem ik al aan. En we zitten nog te wachten op de gegevens van 2018. En ik heb al zien staan dat ze van plan zijn om de bijdrage per land uh, te gaan verhogen. Dus we staan ons nog wat te wachten. Dit, dit wordt echt niet beter. Uh, Brussel is niet van plan om het straks goedkoper te gaan doen. Waarom zouden ze? Hè? Kijk, in, in een markt waarin je meerdere aanbieders hebt... dan is er uh, vanwege de concurrentie uh, een... Automatisch, moet ik zeggen, een aansporing voor de ondernemingen om zo goedkoop mogelijk de dienst of het product te leveren. Iedereen denkt aan bezuinigen en het besparen en efficiënter en dat soort dingen. Maar die aansporing heeft Brussel niet. Ze zouden het wel moeten hebben. Als ze goed na zouden denken, dan zouden ze tegen elkaar zeggen, ja we kunnen dit niet maken, want straks maken we Europa kapot. En als we Europa kapot maken, dan hebben wij geen inkomsten meer. Maar zo, zo doordacht denken ze niet. Ik denk omdat het komt omdat het helemaal geen bied interesseert. ...door de werken bij Europa... ...ik heb het uitgerekend... Hè? ...er komt een bepaalde, bepaalde hoeveelheid geld binnen... ...en een bepaalde hoeveelheid geld... Uh, ...stroomt weer terug naar de lidstaten... ...als subsidie... ...ook naar Nederland, by the way... Dus ...Nederland bijvoorbeeld... ...die betaalt... ...in totaal betalen wij... ...bijna 6 miljard per jaar... ...en dan krijgen we 2,5 miljard... ...aan subsidie terug... Dus... dan hebben we... Ja, wij, wij hebben een feitelijke... kosten aan de EU is dat... 3,5 miljard per jaar. Dat was over 2017... of 2016. Of en in België was dat... 2,6 miljard of zo. Of 2,5 miljard. Maar in België wonen minder mensen. Dus vandaar dat ze in België per arbeider... per werker... Meer betalen. Nou, en als je dan kijkt naar alles wat de EU binnenkrijgt en dan alles wat ze weer aan ons teruggeven. Ja, of ons, ja, niet aan onze, als je het hebt over België, Nederland, Zweden. Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Ierland, Finland. Cyprus. Dat lijstje. Ja, dat zijn natuurlijk de landen die Europa hebben gemaakt. Ja. België, Nederland, Zweden, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Ierland, Finland. Ja, dat zijn de landen. Ja. Finland, Nokia bijvoorbeeld.

Oostenrijk natuurlijk. Verenigd Koninkrijk, dat is Engeland en uh, Schotland, Ierland. Nee, Ierland is apart. Nou, Italië. Italië maakt geweldige auto's, wees eerlijk. Lamborghini, Ferrari, maar ook Fiat, dat is Italiaans toch? We hebben jullie die koelkasten, Sanussi. Zo. Ja, Frankrijk, ja, dat is een buiten kijf. Frankrijk heeft er echt. Ik zit wel vaak te zeuren over Frankrijk. Maar. Uh, ja, we rijden een Renault Clio. Ja, die, die komt niet uit. Uh, hè? uit Pakistan of zo. Ja, die komt uit Frankrijk natuurlijk. Want dat zijn de landen. Dat zijn de landen die Europa maken. Ja, en de rest van Europa. Bijvoorbeeld Litouwen, Griekenland, Hongarije, Estland, Portugal, Letland, Tsjechië, Polen, Bulgarije, Roemenië, Slowakije, Malta, Kroatië, Luxemburg, Slovenië en Spanje. Ja. Uh, die vreten mee. Van <laughs> die eerste lijst. Litouwen, komen er auto's uit Litouwen? Nou, ik dacht het niet. Iets anders uit Litouwen? Nou, ik dacht het niet. In Griekenland, uh, Griekse wijn of zo? Nou, ik dacht het niet. Griekse olijven, heb je het gehad? Ja. De, uh... En Griekenland, daar hebben ze ook nog een regering en die heeft een beetje. Uh, die Grieken zijn enorm voor de gek gehouden. Dus die zitten aan de bedelstaf, man. Was die Papandreou of zo. Ik weet er alles van. Of alles in die tijd heb ik er echt in verdiept. Hè. Hongarije. Nou, zijn hele aardige mensen. Leuk land, maar. Nou, dat betaalt geen donder aan de EU, hè. Estland ook niet. Portugal ook niet. Maar de Portug ik heb niks tegen Portugal of zo. Maar het kost alleen maar geld, hè. En wat levert Portugal nou zo ons aan ons? ze wel aan ons? Wijn of zo? Port. Letland? Zelfde verhaal. Wat heb je dan? Als je kijkt naar Duitsland en naar Zweden en naar Nederland. Door in Zweden maken ze bijvoorbeeld enorm goede straaljagers en goede auto's. Allebei van saab. Nou, België is ook geen stom land hoor. Denemarken zou ik ze zo gauw niet weten wat die dan produceren voor de rest van Europa. Maar als ze doen, dat ken ik hartstikke goed: want per arbeider in Denemarken weten ze toch 300 euro per jaar even te doneren. Oostenrijk zelt te laken het pak. We betalen ongeveer hetzelfde, hoor, per arbeider aan de EU. Nou, daar kunnen ze in Tsjechië niet omkomen. Die zitten met een handje omhoog. Dan denk ik, ja, wat heb ik nou te maken met Tsjechië? Dus waar gaat dit naartoe? In Litouwen, daar komt er per inwoner. Het is dus niet per arbeider, maar per inwoner. 400 euro per jaar, hè? Elke inwoner van Litouwen, inclusief bejaarden, baasklanten, bijstandsuittrekkers, baby's, wat heb je nog meer met een B? 400 euro per jaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk, dit, dit is niet vol te houden voor ons. Dit slaat helemaal nergens op. En dan kan je zeggen, nou, maar die arbeider die, die 500 euro per jaar, dat moeten we wel kunnen leiden. En, nou, dat zeg jij. Dat is toch eh, 500 euro per jaar, Wat is het in, in de maat. Vier tientjes of zo. van tientje in de week. En dan heb je het over vijf miljoen uh, van die arbeiders. Ja, als die dat tientje in de week niet hoeven af te dragen aan Brussel, dan gaan ze dat tientje in de week gaan ze uitgeven in de Albert Heijn. Of uh, voor iets anders. Of ze gaan sparen voor een huppeltjepub. Huh? Een hoop geld hoor. Of beter gezegd, uh, als je die kosten niet hebt. Ja. Dan komt er uh, per jaar, uh, wordt de Nederlandse economie eventjes uh, volgepompt met 2,5 miljard euro. Hè, wat het besteedbare uh, gebeuren in Nederland stijgt dan met 2,5 miljard euro. Nou, dus zal de economie geen windeieren leggen, huh? Daalt de werkeloosheid gelijk. Mag ik aannemen. Want ja, allerlei businessen gaan weer floreren. Mensen hebben dan weer wat geld. En ook andere dingen. Het Verenigd Koninkrijk die krijgt een korting van 5 miljard euro. En dat moet dan goed gemaakt worden door die andere landen. Plus 100 miljoen euro. Waarom die... Eh, dus het Verenigd Koninkrijk die krijgt dan uh, 5 miljard uh, euro korting. En wij moeten dat goed maken. Maar wij moeten met z'n allen 5,1 miljard euro ophoesten. Want het Verenigd Koninkrijk krijgt 500 5 miljard korting. Dus wij hoesten 5,1 miljard op. Daarvan gaat 5 miljard naar het Verenigd Koninkrijk. Als het op papieren dan, hè. Als ze minder hoeven te betalen... Dus zij krijgen een korting van 5 miljard. Wij moeten 5,1 miljard met z'n allen ophoesten. En dan blijft er 100 miljard, 100 miljoen, sorry, over. En dat gaat naar Brussel. Dat is toch, ja, dat is heel erg bitter, man. Dat is heel bitter, oneerlijk. En dan kijk je naar het totale bedrag wat er blijft hangen voor Brussel. Zo, ik net dan. man. Komt neer op uh, 345.000 euro per ambtenaar. Per ambtenaar. Alsjeblieft. Ja, dat staatje heb ik hier voor mijn neus. Dus met Europa als ja, derde wiel, nee, zeg vijfde wiel aan de wagen. Die ons dan dus 2,5 miljard euro per jaar kost. Dat alleen over dat jaar waarover het nu gerapporteerd is. Dat is 2017. Het is omhoog gegaan. Het is nu nog meer. En dit soort bedragen betalen wij al sinds 1990. We betalen dus al... Ja, 30 jaar lang, dit soort bedragen elke jaar, elk jaar. Alles bij elkaar is dat een leuke som hoor. Als nou, je dat weer hebt per werker in Nederland, even uitgaven van die 500 euro. En dat dan keer 30. Dat is dan 5000 euro. En dat dan keer 3 dat is 15.000. Dus als we de EU niet hadden gehad, dan had iedere arbeider, en dat zijn er dus 5 miljoen hier in Nederland, een spaarrekening gehad van 15.000 euro. Plus rente. Want die komt er ook nog overheen. Snap je? En dat zijn leuke dingen voor de mensen. Dus ik vind dat we hiermee moeten stoppen, dat we ermee moeten ophouden. Het heeft niks opgeleverd dan idiote maatregelen. Bijvoorbeeld met de BTW. Dat was in 1996 dat ze kwamen met een Europese richtlijn voor de BTW. Die heeft het voeren van de BTW-administratie alleen maar uh, ingewikkelder gemaakt. En dermate ingewikkeld dat bedrijven risico gingen lopen en dat ze handel binnen Europa gingen staken. Dit zuig ik niet uit mijn duim. Dat, dit heb ik, uh, ik heb het met leden ogen aangezien hoe uh, een klant van mij handel met Duitsland heeft gestopt vanwege de aangepaste btw-wetgeving. En uiteindelijk, uh, ja, die klant van mij is er ook mee gestopt met de hele business dus, hè? Ja, hij raakte Duitsland kwijt als afzetgebied. En daar was zijn bedrijfsmodel wel op gebaseerd. Heel leuk is dat. Dus de Europese Unie heeft in het geval van mijn klant gezorgd voor. Uh, Bedrijfstaking. Ben je daar blij mee met zoiets? Ik zou het raar vinden als je daar blij mee bent. En ik zou willen weten hoeveel mensen er überhaupt zijn die het met me eens zijn dat dit moet stoppen. En dan kan je zeggen van ja, dat Jerry Baudet en Geert Wilders, die zijn er toch al mee bezig. Ja, mijn punt is, dat gaat hier om twee relatief kleine partijen. En die hebben dan, behalve dit punt, waar ik het roerend mee eens ben, hebben ze nog andere dingen in het partijprogramma waarvan ik denk van ja, ik weet punt één niet of ik het er wel mee eens ben. En punt twee eh, vraag ik me af of de rest van Nederland, de, de ooit, ja, of het ooit zover komt dat die twee partijen de Kamer meerderheid krijgen. Maar misschien wel hoor, dat zou kunnen. Maar ik denk dat wij moeten gaan nadenken over hoe we eruit gaan stappen. En ik zou zeggen stoppen met betalen. Dat zou ik een hele goede vinden. Dat als eerste. Nog geen cent meer naar Brussel. En dan niet zoals Engeland zeggen: Nou, dan willen we wat minder betalen. Nee, we betalen helemaal niet meer. Klaar. We schorten alle betalingen op. Zijn wij nou Nederland of wat? Want dat is natuurlijk het grote punt: hè? hoe soeverein zijn wij? En ik zeg je, wij zijn zo soeverein als dat we zijn. Als je niet betaalt, dan betaal je niet. Klaar. Wat dacht Europa eraan te gaan doen? Het Europese leger op ons afsturen? De huilenbalk uit gaan hangen bij de, e bij de Verenigde Naties? Ja, als wij niet meer betalen, dan betalen we niet meer. Uh. Wat wil, wat wil de EU doen? Ik heb een uitzending gehouden over windenergie. En daarbij stilgestaan dat ze vanuit Europa en tegen Nederland hebben gezegd: van. Ja, een beetje kalm aan hè, met die windmolens. Want ja, je moet niet denken dat wij dat allemaal goed vinden. En wat nou als wij gewoon wel windmolens gaan maken? Dan krijg je een hele boze brief uit Brussel. Nou, die doen we even open om te kijken wat erin staat. Dan lachen we ons helemaal kapot. We scheuren die boelen. Dan gaat geen één keer in de papier vernietigen. Versnipperaar. Hoe oh, weg ermee? Wij verklaren dat de EU niet langer zeggenschap heeft over Nederland. Want er zijn een stelletje idioten en wij willen niet geregeerd worden door idioten. Klaar. En als een EU gaat zeggen, van, nou, maar dan krijgen jullie ook geen subsidie meer. Dan zeggen we, nou, dat maakt geen donder uit. Want wij krijgen weliswaar 2,5 miljard euro subsidie per jaar, maar we betalen aan die jokers, uh, wat is het, uh, bijna 6 miljard. Dus wij betalen die 6 miljard niet. En we krijgen vervolgens die 2,5 miljard niet terug. Nou, dan lijkt het mij dat wij dan 2,5 miljard verdienen. Hè? Ja, maar dan gaan wij vanuit de EU ook niet meer jullie projectvoorstellen goedkeuren. Want het is nu wel hoor: en als jullie wat willen doen, dan gaan wij daar heel uitgebreid naar kijken. En, dan, uh... ja, en als wij dan nee zeggen, dan moet je heel blij mee zijn. Want dan is het een heel slecht idee. En uh, ja, dan ga je straks allemaal uh, dingen zelf beslissen en uh, nou, dan moet je maar weten wat er wel komt hoor. Dan ben je wel eventjes onze expertise, ik weet. Ja ja, nu loopt het me echt helemaal uh, dun in de broek. Door oh, inderdaad, ik heb weinig vertrouwen in de Haagse politiek, maar ik heb nog een stuk minder vertrouwen in de Brusselse politiek, moet ik zeggen. Dat multinationals uh, Nederland en mas gaan verlaten als wij uit de EU stappen. Uh, dat is helemaal nergens voor nodig. Want dan gaan we, zeggen we tegen die multinationals. stuk voor stuk van jongens, jullie kunnen gelijk in paniek raken. Maar stel, uh, wij stappen uit de wij zijn uit de EU gestapt en het gaat goed met ons. Ja, dan kan jij wel uh, als een debiel gaan verhuizen naar Frankrijk nu. Maar als Frankrijk er straks ook uitstapt. Okay, want dat lijstje België, Nederland, Zweden. Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Ierland en Finland. als die eruit stappen. Ja, waar wil je dan als multinational je gaan vestigen? In Slovenië? Ja, die blijven wel bij de EU. Ja, want die krijgen ieder jaar lekker geld. Dan mag jij je mooie multinational gaan vestigen in Litouwen. Ga je daar toch zitten? We maken ons dat? uit. En beter kan zo'n multinational met ons even komen praten hè, en dat wij dan horen van wat nou het probleem is. Maar waarom zou een multinational nou zijn uh, vestigingsding in Nederland opheffen als wij uit de EU stappen? Doen dan uh, de A12 en de A1 het plotseling niet meer goed? Uh, of Schiphol, daar, uh, daar kan je niet meer van vliegen. Wat is het probleem? Als wij uit de EU stappen, ja, de Rijn, die blijft gewoon liggen, hoor. Dus als er een multinational is die dan uh, hier in uh, Rotterdam zit... want dan komen al die goederen binnen in de havens... en dan uh, gaan ze het allemaal doorvoeren naar het achterland. Ja, daar verandert helemaal niks aan. We kunnen ze gewoon blijven doen. Sterker nog, we kunnen tegen die ondernemingen zeggen, tegen alle import... Want momenteel, de invoerrechten, die vloeien naar Brussel, hè. En dus als wij uh, dat bedrag wat wij aan, aan Brussel betalen, dat is toch iets van 2 miljard euro. Nou, die houden we dan zelf, hè. Nou, misschien dat we daar een stukje van af kunnen staan, en dan gaan de invoerrechten omlaag. Dat kan aantrekkelijk zijn. Ten ja, slot voor rekening: wij, bespalen, bespalen, wij besparen met die hele exercitie 2,5 miljard per jaar. Nou, daarvan kunnen wij een deel teruggeven aan het bedrijfsleven door de invoerrechten te verlagen. Lijkt mij. Want dat wil zeggen, invoerrechten gaat omlaag, btw gaat omlaag, ja, en dan, is er, dan zijn de miljarden op. Ja. Het is niet zo heel moeilijk hoor. Want die regels van Brussel hebben wij niet nodig. De regels kan je niet eten. Er was vroeger een staatssecretaris, nee, was het een gemeentedingensman... Ik heb nog een keer samen met hem op de bank gezeten. Een hele grote, dikke man. En die zei toen... In gelul kan je niet wonen. Hij was dan uh, dingens uh, wethouder, was hij. Wethouder van huisvesting. In gelul kan je niet wonen. Ja. Nou, regels kan je niet eten. Uh, Brussel kan wel komen met weer een nieuw pakket met maatregelen. Maar... We, we, we... We hebben al zoveel regels vanuit Brussel, ga er weg. En al die regels kunnen we afschaffen dan gelijk. Als we uit de EU zijn, dan stellen die regels stellen niks meer voor. Dan kunnen wij al de Europese regels stuk voor stuk gaan beoordelen... en zelf gaan beslissen of wij die regel eigenlijk wel fatsoenlijk vinden. En als we zeggen, van, nou, nou ja, eigenlijk niet, dan schaffen we die regel toch af. Klaar. Ja, waarom moeilijk als het makkelijk kan? Dus we, we stappen uit de EU door ze niet meer te betalen. En er moet een of andere ik noemen, commissie of bureau of instantie komen waar iedereen zich uh, kan wenden als er door het uittreden uit de EU uh, problemen ontstaan met Europese handel. Maar waarschijnlijk niet. En dan keren we weer terug met het bedrijfsleven naar de afspraak. Van als jij een verkoopfactuur stuurt naar een land buiten Nederland. dan hoeft er geen BTW op te staan. Niets. Ik hm. zou de hele BTW-wetgeving. trouwens, als je dat toch gaat doen. Dan zou ik het gelijk zeggen dat als een bedrijf een nota stuurt. aan een andere onderneming. daar staat geen BTW op. Want waarom? Dat bedrijf zet die BTW op die nota. Dat bedrijf wat dan die nota moet betalen, die moet dat inclusief btw betalen. Die btw die het bedrijf in rekening brengt, die moet die afdragen aan de overheid. En het bedrijf wat die nota betaalt, die krijgt de betaalde btw, die krijgt hij weer terug van de overheid. Ja, dat is in het rond te pompen van geld. Ja, stop ermee. Dus als je een nota stuurt als onderneming, aan een andere onderneming. Nee, geen btw op. Ja, dat is nergens voor nodig. Dat scheelt dan een hele hoop administratiekosten in het Nederlandse bedrijfsleven, by the way. En dan helemaal naar het buitenland toe. Dat houden we mee op. Dat is nu hopeloos ingewikkeld. Want als je levert naar Frankrijk, dan moet er dus btw op die nota. Ja. En dan moet de, dat Franse bedrijf moet die btw maar terug zien te vorderen van de Nederlandse overheid. Ha, 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 ha. Franse ondernemingen moeten een Nederlands BTW-nummer hebben. Jeetje, man. Dat is ingewikkeld, hoor. Dat niet stimulerend voor de handel. Het was ook dit fenomeen waarop mijn klant, dus er zijn Duitse klanten, verloor. En een paar jaar later heeft hij de deuren helemaal gesloten. Alsjeblieft. Nee, van dit soort dingen word je niet blij. Ja. En wij hoeven helemaal niet in de EU. Dat hoeft helemaal niet. Misschien moeten wij een, een politieke partij hebben die alleen maar als doelstelling heeft dat we uit de EU gaan stappen. En die moet de grootste partij worden. En dat die partij dan ook zegt: van, Nou, je maakt ons de grootste partij. Uh, wij uh, de eerste, we hebben eigenlijk maar één wet. Dat is: uh, Er wordt niet meer betaald aan Brussel. Punt. Wij betalen geen rode rotzend meer. En wij ontkennen de juridictie van Brussel over ons. Dus, dus ze mogen in Brussel allerlei maatregelen afkondigen, en uh, klimaatakkoorden aangaan. En. Uh, en of wij er ons aan houden, dat, dat bepalen we zelf wel. Ja, als wij vinden dat er iets met CO2-dinges. dan vinden wij dat en dan doen we dat zelf wel. Maar niet omdat Brussel dat zegt. Punt. Dus we betalen niks meer aan Brussel. En een maatregel uit Brussel. die nemen wij voor kennisgeving aan. van oh, wat leuk. Want Brussel mag best zeggen dat ze dingen besloten hebben. ja, waarom niet? Ze mogen het ook op het internet zetten. Want wij uit Brussel hebben besloten. En als we zin hebben, dan kijken we daar een keer naar als het interessant is. Maar we houden ons er niet aan. Ons ze hebben geen juridictie over ons. Punt. En als wij dan, dus noem het maar de, de Republikeinse Partij. Hè? De Nederlandse. Uh, ja, de, de eerste Nederlandse Republikeinse Partij zou ik het uh, noemen. En dan uh, de, de afkorting wordt uh, NR1. Nummer 1. De eerste Nederlandse Republikeinse Partij. Lijst NR1. Number 1. Zo zal ik hem noemen. Gewoon uh, uh, Nederland. Eerst. Het gaat ons in eerste instantie om het belang van Nederland en de rest. Dat het in Paraguay heel erg moeilijk is. Want uh, daar is een milieuramp aan het dreigen. Met een of andere badvogel of zo. Het interesseert ons minder. dan uh, de zeehondjes uh, bij Pieter Buur. En die interesseren ons al zo weinig. Gewoon eerst gaan we ons uh, druk maken over Nederland. Nou, en als we uit de EU zijn, en, uh, nou, dan zal je zien, dan gaat alles hartstikke lekker. Er verandert helemaal geen drol. Heb je nog wat hobbeltjes te pakken met uh, ja, mijn dochter bijvoorbeeld. Ja, ja, maar hoe moet het dan met de handel met Engeland? Want uh... ja, mijn vrouw heeft contactlenzen uit Engeland. Ja. En als het dan inderdaad zo is dat Engeland, uh, omdat we niet meer in de EU zitten... niet meer bereid is om dozen met contactlensen te laten vervangen... Schepen naar Schiphol. En dan moeten er even gebeld worden met die Britten. Excuse me? Are you serious? If you don't supply us with contact lenses... we refuse to pay you Euros. Of pounds, of whatever ze maar willen. En als die Britten niet leveren, krijg je ook geen geld. Nou, dan moet je één keer tegen die Britten zeggen. Nou, dan, dan staan de contactlensen klaar hoor op hier zo. Natuurlijk, die Britten willen het er ook verdienen, dat nou. Dat was ook de, de, de tijd dat de Schotland wilde uit de EU. En dan was er een jongen, die zat in de klas van mijn dochter. Een jongen, jaren 15 of zo. En mijn dochter zei dan, nou, Joris, die is tegen. En, en trouwens had hij niks over te vertellen, want die Schotten mochten dat zelf, mochten dat zelf beslissen. Hè? Maar Joris hoopte dan dat de Schotten niet uit de EU zouden stappen, want anders zou de Schotse whisky in prijs gaan stijgen. Hoe kom je erbij? Dat is een broodje aap verhaal. Waarom zou de Schotse whisky duurder worden als ze die Europese regels niet hebben? Waarom? Ja, toch? En al helemaal, als wij, als wij straks uit de EU zijn en er komt een scheepslading binnen met Schotse whisky, dan, dan denk je dat wij moeilijk gaan lopen doen? Van ja, nee, maar vroeger werd dan zo'n uh, zo scheepslading met Schotse whisky helemaal door Europa gecontroleerd. En ja, nou moeten we het zelf doen. En ja, hoe doe je dat eigenlijk? En dat weten we helemaal niet. Oh, paniek, oh, paniek. Oh. En dan gaat de prijs van whisky omhoog? Nee, natuurlijk niet. Als wij twijfels hebben over de kwaliteit van die Schotse whisky, dan uh, maken we één fles open. En dan zeggen we: Kom, wie wil er een slokje? En dan zeggen we allemaal: van, nou, nou, dat lijkt me wel Schotse whisky. Oké. Okay. Mag naar binnen. Ingeklaard. Klaar. Al die paniek. Ja. Nou, dit is, dit is dan uh, de beschouwing en van mijn kanten. En jullie mogen daar ook gedachten bij hebben. En wil jullie spreadsheets van mij? Dan moet je even een, een berichtje doen. Ik kan er ook wel ergens te downloaden zetten of zo. Dat kan denk ik ergens. Dan kan ik een Jurk vragen hoe dat moet. Maar ik vind eigenlijk dat jullie de moeite mogen nemen om mij even een berichtje te sturen. Gewoon als een reactie hè, op, uh, op YouTube. Mag ik de spritzje? Dan krijg je hem hoor. Geen probleem. Dat was ook iemand die uh, dat ging over de zaak Marianne Vaastra. En die vroeg aan mij: van uh, dat document wat je in handen hebt gekregen, mag ik dat ook? Dan heb ik gezegd: Ja hoor, stuur me even een mailtje. Niks gehoord. Ik Ja, uh, dan ben je ook niet echt uh, hot. en ik denk wel dat er mensen moeten gaan komen die zich interesseren voor de toekomst van Nederland. Het voortbestaan van Nederland. Want waar we nu op afstevenen, dat is alleen maar meer bureaucratie en hogere kosten en meer ergernis en meer uh, neergaande economie. En dat willen we niet, dacht ik. Tenminste ik wil het niet. En als jij dat wel wil, dan ben je gek. Punt. Ja. Dat, is, dat is schandalig, vind ik dat. En ik ken van die mensen hoor. Er is een. Iemand die werkt hier in, in, in de kroegen waar ik dan nog kwam, toen ik nog dronk. Hè. En dan was ik een keer. Aan het, ja, hij wel aan het mopperen of zeuren over de EU. En die man, en die was in dienst ook nog. Vind ik wel helemaal belachelijk dat je, je als barman gaat lopen bemoeien... met gesprekken van je clientèle, terwijl hij niet eens de eigenaar is. Uh, in dienst, aan die tent. Ik had dat door kunnen geven aan zijn baas, want die ken ik ook. Want, uh, wat is dit? Is er uh, censuur of zo hier? Nou, ik weet zeker dat zijn baas die was, uh, boos was geworden hoor, als hij dat gehoord had. Maar ik heb hem niet uh, verlinkt of zo. Maar die vent wel een link, jongen. Ja, als je niet bereid bent om te betalen voor die ambtenaren, dan moet je maar oprotten uit Nederland. Nee, zei die, je moet je oprotten uit Europa. Dus ik moet het eens zijn met het feit dat een ambtenaar in de EU, dat kost ons hè, met aftrek Want als je er alles uitrekent: bijdragen en wat ze overhouden. Hè? Dat kost om 345.000 euro per jaar per ambtenaar. En iemand vond dan even dat, dat dat was allemaal gerechtvaardigd. En dat moest dan maar. En, de, la, 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 la. en anders moest je me oprotten. Onder andere uit Nederland. En uh, helemaal weg uit Europa. Kijk. Als dat gedachtegoed nog heerst. Oh, dan wordt het moeilijk om uit Europa te stappen. En maar jullie weten het nu. En. En dan moet je eens vragen, als je op een verjaardagspartijtje bent, dan moet je dus vragen aan de mensen die er ook zijn. Van, wisten jullie dat een ambtenaar in de EU 345.000 euro per jaar kost? En wat vinden jullie daarvan? Doe, ik zou het geweldig vinden als ik uh, 10, 20, 30, 40, 100, 300, 500 aanvragen krijg voor die spreadsheet die ik hier voor mijn neus heb. Dan kan iedereen eens uh, nakijken en zien dat ik gelijk heb. Het klopt allemaal hoor. De formules zitten erin en zo. En echt helemaal geen moeilijke spreadsheet. Dus. De totale kosten. Voor de Europese Unie. Dat is uh, 14 miljard euro per jaar. Als ik het zo goed zeg, ja, 14 miljard. Maar nou, dat deel je door 40.000. Goed gedaan, ja. En dan kom je aan die 345.000 euro. K36. Dat ja, klopt toch? Ja, dat is K36. K36 gedeeld door K38. Ja, dat is het aantal ambtenaren. Ja, klopt. Ja. Heb je het per ambtenaar? Klaar. Hey, de formules kloppen helemaal. En ja, de bedragen zijn. Uh, Horreus, zo zouden ze zeggen in Frankrijk. Dit lopen ze niet van de grote klok af te brullen. Want op die website waar je deze bedragen dus vandaan kan halen... ...daar hadden ze natuurlijk ook dit totaalstaatje heel eenvoudig ook op kunnen zetten. Wat is dat nou? Nee, dat hebben ze niet gedaan. Nee, daarvan moet je als Perry moet je alles bij elkaar 280 bedragen overtypen. Dat was een tiet werk, man. En dan dan elk bedrag moet je dus eerst uh, op die website kijken. Weer het bedrag pakken en dan weer terug naar, de, naar dit ding en dan erin plakken. En je moet erom denken dat je de lettertypes niet meeneemt en alles. En met comma's en punten moet je ook oppassen. Dan gaat dat weer fout. Nee, dat is wel even werk geweest. Daar ben ik een middag mee bezig geweest volgens mij. Iets van 60 bedragen per uur, denk ik, dat ik haalde. Nou, misschien iets meer. 120 bedragen per uur. En dan in totaal, wat zei ik nou net, 280 bedragen. Nou, dat is meer dan twee uur, dat we ik aan besteed. Maar het resultaat mag er zijn. Nu weet je dat je voor de gek wordt gehaald. En Jerry Baudet en Geert Wilders, die, ja, die moeten. Als een sodemieter aan de slag. In dit geval zou ik zeggen: het doel heiligt alle middelen. En er was het laatst dat, dat Thierry Baudet had een idee van. uit de EU, la En dat Geert Wilders. Nee, Geert Wilders had een idee. En dat had die club van Thierry Baudet gezegd: van, ja, nee, wij stemmen niet mee. Want uh, het idee vinden wij niet goed genoeg. Nou, het maakt mij niet uit. Door het idee waar ik op zit te wachten is dat we niet meer betalen aan die club. Klaar. Iedere ambtenaar die wordt het verboden om op wat voor manier dan ook geld over te maken naar Brussel. Of anders gezegd: uh, al het geld wat naar Brussel overgemaakt zou gaan worden door een ambtenaar, dat wordt vervolgens gestort op een ING-rekening en die is van de Nederlandse overheid zelf. En die heet dan iets van uh, G-rekening of uh, blokkeerrekening of whatever. Uh, nou, storting een EU, maar dat gaat niet meer naar Brussel. Hetzelfde zou je doen als je je huurt een woning en je bent het helemaal niet eens met de dienstverlening van de verhuurder. En dan betaal je wel, je maakt wel huur over, maar niet meer naar de rekening van die verhuurder. Maar naar de rekening van een advocaat. En die advocaat, die wat de procuratiehouder, die is de procuratiehouder van die poen. En die advocaat, die neemt contact op met die verhuurder. En die zegt: Nou, ik heb een hele hoop huurpenningen voor jou staan. En ik heb begrepen dat jij die penningen helemaal niet mag hebben, want je, hebt je, je bent je verplichting niet nagekomen dat dit moeten doen, dat moeten doen, zes moeten doen, zo moeten doen. En als jij uh, eh, je van je goede kant laat zien... dan kan ik dat bedrag wat ik dan binnen heb gekregen weer vrijgeven. Nou, dat zal er met de EU niet in zitten, want wat moeten ze dan doen voor ons? Eh? Maar dan hebben we in elk geval dat geld gereserveerd voor het geval dat het fout gaat. Dan hebben, we dan, ik zo zeggen, dan hebben we dat geld gereserveerd en hebben wij dus een schadefonds voor alle problemen die kunnen, zouden kunnen ontstaan doordat we uit de EU zijn gestapt. Ja, zo moet je zien. Ja, dan hebben we alles gecoverd hoor. Dus we rekenen onszelf niet in één keer rijk, nee, we storten het op een rekening en die is voor de problemen die gaan ontstaan door het verlaten van de EU-lidmaatschap. En opzeggen van lidmaatschappen, nou helemaal niks. Ik bedoel, als wij niet meer betalen, neem ik aan dat we automatisch geroyeerd worden. Dus we hoeven niet eens op te zeggen. Als wij niet meer betalen, is het afgelopen. Dat is helemaal voorbij. Als wij niet meer betalen en van regels vanuit de EU trekken we ons helemaal niks meer aan. Ja, hoe lang duurt het dan voordat ze in Brussel zeggen: nou, laat maar zitten, die Hollanders. Want wat willen ze anders? Ik denk niet dat Brussel binnen Europa een draagvlak vindt dat Duitsland en Zweden en het Verenigd Koninkrijk kunnen motiveren om ons met militair geweld onder druk te zetten. Amsterdam innemen of zo? Schiphol afzetten? Met soldaten uit Ierland? Tuurlijk niet. Hey, denk er goed over na. We hoeven dit helemaal niet te pikken. Echt niet. En dan eens even goed over nadenken wat we hiermee aan willen. Want wat ze doen het slaat helemaal nergens op. En dan wat dreigen met het kan niet en je moet in de EU blijven en hebben, anders gaan we janken of zo. Gewoon niks meer aantrekken. Kijk, in die tijden, dat, uh, dat de EU, dat is de paus. Dat heb ik denk ik uitgelegd al. Niet in deze uitzending, maar in andere uitzendingen heb ik dat uitgelegd. Hè. Dat Herman van Rompuy, dat was de eerste president van de Europese, de Europese Raad. Uh, dat was een, uh, een pauselijke medewerker. Hij is er niet voor niets. Hè? Dus, uh. nou, en toen wij dus heel lang geleden met Willem de Zwijger, toen wij ook niet meer hielden van de paus, ja, toen kwam Spanje bij ons naar binnen. Maar Spanje, momenteel, die ligt op zijn reet. Dat hele land ligt op zijn reet. Die hebben een jeugdwerkeloosheid van 20 ze kunnen de Spanjolen niet opnieuw op ons afsturen. En trouwens, al zouden ze dat doen. Oh, uh, in Nederland zijn uh, voldoende jongens. Uh, in uh, ze dat, de gevechtsrijpe leeftijd of zo. Jongens van een jaartje of 16, 17, 18. En jongere kerels. wat er met een jaartje of 40 of zo. Nee, zelfs ik ben bereid om uh, de, de wapenen op te vatten. Mocht de EU binnen dreigen te vallen... en dat ze dus de, de Hongaren op ons afsturen of de Kroaten. Maar de, dat doen ze toch niet? Die Kroaten die, die komen helemaal niet naar ons toe. Dat is onzin. En de Duitsers ook niet. Die hebben wel wat beters te doen. Die hebben hun probleem met die Angela Merkel. En die Oostenrijkers komen ook niet. Waar moeten we bang voor zijn... Ja, maar straks gaat de EU, dan bellen ze de Amerikanen en dan gaan de Amerikanen ons aanvallen. Nee, natuurlijk niet, man. Die Amerikanen, die lachen zich kapot. Als ze zouden zien dat Nederland eruit stapt. Donald Trump, hij eh, zegt de EU, dat is belachelijk clownesk gebeuren. En nooit zoiets idioots gezien, dat is Trump. Dus als wij uh, eruit stappen uit de EU en uh, de EU gaat lastig doen tegen ons, dan denk ik eerder dat wij Trump kunnen bellen. En tegen Trump zeggen we nee. Uh, ze zitten hier bij onze landsgrenzen samen te trekken en toestanden. En uh, kan je even wat F16 sturen? En natuurlijk krijgen we steun vanuit Amerika. Is dat nou? Dus wij moeten helemaal niet bang zijn voor een oorlog met Brussel. Dat is een van die hele dingen. Wanneer stoppen met die angst? Ik hoop dat ik lekker motiverend ben bezig geweest. Als jullie nieuwe uh, Willem de Zwijger. die zegt: Niet bang zijn, niet bang zijn. Ga voor je soevereiniteit. Dit is ons land. Wij hebben de afsluitdijk gebouwd. Wij hebben het Flevoland ingepolderd. Wij hebben Noord-Holland ingepolderd. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben die, die delta werken. Dat hebben wij gedaan. Dat is onze arbeid. Dat is ons land. Snap je? Groningen. Daar kon je vroeger niet wonen, man. Wij hebben dat helemaal ingepolderd. Dat is ons land. En niet van Brussel. En, uh, Brussel gaat helemaal lekker de baas worden in Tsjechië, en in Polen, en in Letland, en in Portugal. Ik vind het allemaal prima. Vraag me af waar ze de centen vandaan gaan halen om die mensen te voeden. Maar dat is dan. Uh, eh? dat, dat, dat laat ik over aan die genieën à la Herman van Rompuy. Of uh, Hans Timmerfrans. Zijn dat van die geweldige bestuurders? Nou, dan gaan ze even lekker lopen besturen in Kroatië. En dat land helemaal omhoog brengen. En dan wordt het hartstikke welvermogend. En dan kunnen ze in Kroatië. 600, 800, 1000 euro per arbeider per jaar gaan betalen aan die club. En dan is het om een zo. Van ons krijgen ze helemaal niks meer. Dank u, maar bedankt. En dan zeg ik op zijn hamburgers, Tjus. En dag, stoere, trotse, soevereine Nederlanders!